In dit filmpje vertel ik je hoe je pagina's verwijdert uit een bestaand pdf-document. Of anders gezegd, ik leg je uit hoe je een pdf-document maakt met alleen de bladzijden die jij wilt hebben, van een pdf-document met veel meer bladzijden. Hierbij gezegd zonder dat je hiervoor speciale software nodig hebt. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube kanaal komt, druk dan even op de abonneerknop en zet ook het belletje aan. In deze YouTube-video gebruik ik de Bolero Beurslexicon in PDF-formaat met 26 beurstermen. Ik wil een PDF-document maken met alleen 4 termen. Uitleg over dividend, holdings, koers-winstverhouding en trekker. Dus ik verwijder eigenlijk alle overige bladzijden. Uitleg over dividend staat op pagina 6, uitleg over holdings staat op pagina 10, uitleg over koers-winstverhouding staat op pagina 13, en uitleg over trekkers staat op pagina 22. Hoe maak je nu dit PDF-document met minder pagina's? Je klikt op het printersymbool linksboven en je kiest als printer Microsoft Print to PDF. Je selecteert pagina's en je typt 6,10,13,22. Zorg ook dat passend is geselecteerd en het formaat van het originele PDF-document is een A5. Je klikt op pagina-instelling en je kiest A5. De pagina's van het originele PDF-document zijn ook legend, dus je kiest legend. Nu is het voorbeeld juist en je kiest afdrukken. Je geeft een naam aan het nieuwe PDF-document. Bij mij is het PDF-document met minder bladzijden weggeschreven naar mijn bureaublad en je ziet er zijn vier bladzijden in het PDF-document. Uitleg over het dividend, holdings, koers-winstverhouding en triggers. Bij dit voorbeeld heb ik vier verschillende pagina's gekozen. Je kan ook de eerste x aantal pagina's kiezen. Bijvoorbeeld de vijf eerste pagina's. Je doet juist hetzelfde, maar bij pagina's typ je nu 1 minteken 5 en kiest afdrukken. Niet moeilijk, probeer het zelf ook maar eens.